Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met nog wat wolkenvelden over het oosten van ons land, maar die wolkenvelden gaan steeds meer plaats maken voor de zon. En dat betekent dat we een aardig weerbeeld hebben met in de ochtend veel zon in het westen en zuiden van het land. Het blijft in elk geval droog en vanochtend liggen de temperaturen rond de graad of 14. Vanmiddag loopt het kwik verder op. Het wordt 20 graden in het noorden van het land, op de Wadden misschien net iets minder warm, en in het zuiden plaatselijk 25. Volop zon, ook in het noordoosten breekt de zon steeds Vaker door en de bewolking is in de avond grotendeels verdwenen. Dan hebben we temperaturen van 17 graden en draait de wind langzaam naar het noordoosten. Die winddraaiing gaat morgen geleidelijk aan door. Van bewolking hebben we eigenlijk niets meer te vrezen. De zon schijnt volop: het wordt 23 graden in het noorden, tot 27 of 28 in het zuiden van het land. Een echte zomerse dag dus. Zaterdag kan het hier en daar zelfs tropisch worden. Ook dan is er nog heel veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Zondag neemt voorzichtig de kans op een regen of onweersbuien toe. En dat luidt de een nodige afkoeling in. Maandag wordt het nog 25 graden met meer buien. En vanaf dinsdag pakt de temperatuur nog wat lager uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.